Dikke spreekt wij zullen bedankt aan. Opa! Woehoe! Ja! Treffers! 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 Leerlijers! Dat is dan iemand. Sterf! In de ervaring is een eerste keer beschoten worden heel erg heftig. Ik heb weggevuurd. Lilas, ze zitten links. Nog steeds. Ik weet alleen niet waar. Vuur een paar gewoon. Vuur gewoon. Kankervolk. Hé? Hey. Kankermolen. Pak gewoon. Lilas, ik ga even herladen, ja? Ja, het is op een gegeven moment door de hectiek die iedereen heeft en ook door je hoofd heen gaat. En dan op een gegeven moment als je dan echt bijvoorbeeld iemand raakt en dat je gewoon echt zeker weet, dan, ja, dan kan je bijvoorbeeld echt wel schreeuwen. Van yes, ik heb hem geraakt. En ja, dan worden echt wel dingen geroepen van je, ja, dat, wat je eigenlijk niet kan zeggen. Maar dan wordt er behoorlijk wat gescholden. Van yes, hij is raak. Pak ze thuis. Hoi! Kankervallen! Motherfuckers! Kanker-Taliban! Dat zijn allemaal ontladingen. Zwarte humor. Nou, met andere woorden, ja. Allemaal ontladingen. Daar moet je ook inhoudelijk geen waarde aan hechten. Want in wezen is dat een reflexmatige reactie op een omstandigheid waarin heel intensief je spanningssysteem wordt geprikkeld. Waarbij allerlei emoties door elkaar lopen. Zoals eigen angst om wel of niet te overleven. De frustratie dat zoiets met jou of met jouw groep gebeurt, de boosheid. Incidenten waarbij verlies geleden wordt. Het verdriet wat daar doorheen loopt. Gevoelens van, hey, had ik niet dit of dat moeten doen? Gevoelens van schuld of gevoelens van schaamte. Het zijn vaak hele complexe emoties die zich samenbollen in een heel kort moment. En dan, ja, dan is het een heel persoonlijk, is het heel persoonlijk van wat die primaire reactie dan is. Killers! Kill him, boy, man! Alle kut-Taliban kapot!